Vandaag staan de Ombre giftbags van Stampin' Up! In de spotlight. Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Zulke tasjes zijn niet alleen ideaal om verschillende dingen in cadeau te doen. Je kunt ze ook hartstikke leuk versieren. En dat wil ik je vandaag laten zien. Mijn project voor vandaag is het versieren van een van deze Ombre giftbags. Deze worden verkocht in setjes van 20. Dan zitten er 4 van ieder van de 5 nieuwe in colors in. Dus je hebt 4 polished pink, evening evergreen, soft succulent, pale papaya en fresh freesia. Ja, dus in ieder van de 5 kleuren heb je 4 van die zakjes. Vandaag wilde ik een polished pink zakje gaan versieren. En wel met de sweet strawberry stempelset en de bijpassende strawberry builder punch. Dus ik wil beginnen met een aantal van de bloemetjes hieronder te stempelen. Hiervoor ga ik polished pink inkt gebruiken. Dus voor een toon-op-toon effect. Ik pak heel even nog een stukje papier, restpapier erbij, zodat ik over de randjes heen kan gaan zonder dat ik mijn onderste papiertje helemaal vies maak. En ik ga gewoon een paar van de bloemetjes plaatsen. En wat me nou ook leuk leek, maak ik hem heel even schoon met mijn chamois. Goed ertussenin, want ik zag wel overal roze inkt zitten. Wat me nou ook leuk leek, was om een paar van de andere bloemetjes dan nog naar boven toe te laten dwarrelen. Zoiets. Ik denk niet dat ik het met de dichte ga doen. Maar wellicht dat ik daar straks nog iets mee verzin. En dan ga ik een rillijn geven zodat mijn zakje mooi kan vouwen. Dus ik pak mijn trimmer. Rillen doen we met het lichte mesje. Dus de donkere is om te snijden, de lichte is om te rillen. Ik zet hem op 12,5 centimeter. Kies maar wat. En ik ga er nog een paar keer overheen en weer. Dus nu heb ik een mooie lijn waar langs ik goed kan vouwen. Ik ga heel voorzichtig even voorvouwen. Even kijken dat ik hem zo glad mogelijk kan krijgen. Zo. En dan heb ik met de Hippo en Friends stansen heb ik alvast dit vormpje uitgesneden uit wat Grey Granite kaartkarton. En het leek me leuk om daar een soort label van te maken waarmee ik het zakje uiteindelijk dicht kan plakken. En die verder te versieren met de Sweet Strawberry stempels en afbeeldingen om uit te stansen. Dus ik heb al een aardbei. Ik heb zelfs al een labeltje gemaakt. Maar ik wil nog een tweede aardbei erbij. Ik had ook wat bloemetjes al gestempeld en gestanst. En natuurlijk een kroontje voor op mijn aardbei. Dus ik ga nog een tweede aardbei zoals deze bijmaken. Dus ik heb hier een stukje Basic White kaartkarton. Ik heb hier de dichte stempel. Die ga ik stempelen met Polished Pink. Dan ga ik daar overheen een outline stempelen met Grey Granite. Nu ik die toch open heb, zal ik gelijk mijn kroontje stempelen. En die ga ik kleuren met wat Purple 6.
En dan kan ik ze gaan ponsen met de Strawberry Builder Punch. Dus je kan via de onderkant goed zien waar je gaat ponsen. Zorg dat je afbeelding er goed in zit. Pons. Andere reststukjes hebben we niet nodig. En bij deze was het slimmer geweest om even aandacht te besteden aan hoe dat ik hem erin zou zetten. Dus ik ga hem nou even afknippen. Dan moet dat zo om in. Nu zijn mijn vingers niet lang genoeg. Dus ik ga er een kleine plakbriefje aan doen. Zodat ik een soort handvat heb. Zodat ik hem naar de juiste plek kan loodsen. Zo. Ik ga eens wat lijm pakken. Kijken of ik vast wat dingen... Ik doe mijn eerste kleine dingetjes. Zo, alleen op de bovenste flap, deel van de flap, ga ik wat lijm aanbrengen. Zodat ik hem nog open kan doen en er nog iets in kan steken. Hier zal ik eerst wat linto doen. Ik heb hier nog heel mooi shimmer ribbon. Dat leek me wel leuk om erdoor te doen. Dus ik knip gewoon wat af. En dit is ongeveer 17 centimeter. Ongeveer. Ik die kan mooi door dat gleufje. En dan kunnen de sliertjes er weer doorheen. Nou, ik denk dat ik hem een stuk kleiner, korter ga knippen zo meteen. Eentje daar. Kijk, hoe had ik hem nou bedacht? Dat weet ik het niet meer. Ja, en dan die met dimensionals. Dus ik heb hier mijn minis. En dan kunnen we ze opplakken. Ik vind het fijn om daar een precisiepen voor oppakgemak bij te gebruiken. Zo, dan had ik deze nog. Het leek me leuk om hier her en der ook zo'n bloemetje te plaatsen. Misschien wel eentje hierop. Oh, ja. Zo. Die ga ik trouwens ook met dimensionals plaatsen. Gewoon omdat het kan. Hieronder. Ik denk dat ik hierboven nog een paar extra, ik zet hem al even op een kleiner blok. Nog een paar extra bloemetjes ga stempelen. Omdat het is natuurlijk de andere kant van waar we net aan het stempelen waren. Anders ziet het er zo kaal uit. Kijk. En in zo'n zakje
kan je natuurlijk iets lekkers doen of iets moois. Maar je kan er ook een heel leuk bijpassend kaartje in doen. En het is als een soort envelopje. Ik ga dit nog wel een klein beetje kort knippen, want dit, daar stoor ik me aan. Ik vind het niet erg als hij een beetje afhangt, maar dat was wel heel erg. Zo. En zo heb ik dus een gezellig setje van een kaartje. Met dezelfde elementen erop. En een zakje erbij. Of je er nou voor kiest om je tasje te versieren, om een kaartje in te geven of om er juist wat lekkernijen in te stoppen voor de ontvanger. Het kan allebei. En je ziet het, je hebt maar een paar extra spulletjes nodig om er een heel leuk presentje van te maken. Vond je het een leuk filmpje? Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven. En als je wilt, kan je ook een comment achterlaten voor me. Die vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Mocht je dit filmpje later nog een keer terug willen kijken, dan kun je hem natuurlijk ook opslaan op je persoonlijke playlist. En vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal, zodat je ook in de toekomst geen enkel filmpje van me zal missen. Mocht je nog vragen hebben of een bestelling willen plaatsen, dan kun je die mailen naar leonie@prulleke.nl en dan help ik je graag verder. Ik ben een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice en ik deel graag wat ik doe en wat mijn passie is en ik hoop jou daar ook mee te inspireren. Mocht je meer inspiratie zoeken of informatie willen nalezen, dan kun je die vinden op mijn website www.prulleke.nl. Dat was het voor deze keer. Ik wens je vast een fijn weekend en dinsdag ben ik weer terug met een nieuw filmpje. Tot dan. Doei!